Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Fishes Meadow hier op Call of Duty Advance. Waar we vandaag, zoals je kan zien, gaan we een domination potje spelen op Terrace. Gaan spelen met de ASM1 Speak Easy. Dat is een elite versie van de ASM1. En we gaan natuurlijk kijken of wij die Fishes Meadow kunnen halen. 30 kills hebben we ervoor nodig, zonder dood te gaan. Het mag met mijn wapen, het mag met mijn vuist, het mag met mijn scorestreaks. Als ik maar gewoon 30 kills haal zonder dood te gaan. Dus als jullie deze serie leuk vinden jongens, ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like knop. En dan gaan wij weer knallen. Ik hoop alleen dat ik even snel doorlaat. Want anders ben ik te laat bij die homevlag. Oeh, net op tijd. Hoppatee. Ik heb op Advanced Warfare op een of andere manier dat ik altijd echt sloom ben met laden. Dus ik kom altijd pas in het potje op het moment dat, dat iedereen er al in zit. En soms mis ik dus ook die homevlag. Terwijl dat eigenlijk ja, niet echt heel erg handig is natuurlijk. Oké, let's go. Dat zijn al lekker veel punten binnen op dit moment. En dan moet ik nu even kijken hoe ik dit ga uitspelen. Want ik wil nu namelijk niet meer doodgaan. Oké, weet je, we gaan gewoon een keertje rustiger spelen. Vorige keer speelde ik ook op deze map. En toen ging het fout. Dus als ik nou gewoon ervoor zorg dat ik rustig blijf spelen. Dat ik dus ook hier ook gewoon die vlag kan pakken zonder dat iemand het door heeft. Dan heb ik als het goed is bijna mijn bomrun alweer. Nee, ik druk op mijn knijfknop! Oh, dat was zo kut, hè. Als je, kan je knijf als je, hier, nu lukt het wel. Nu doet hij het wel en net niet. Oh, dat vind ik zo bullshit altijd, jongen. Op het moment dat je het nodig hebt, werkt het niet. En op het moment dat je het niet nodig hebt, werkt het wel. Dat is zo kut altijd. Maar ja, welkom bij Call of Duty, waar altijd alles verkeerd gaat met de timings. En die timings zijn echt gewoon kak. Call of Duty timings heet ze daarvoor. Ik moet me even concentreren, hoor. Nee, dan. Ik raakte die vent zo hard, jongen. Zo hard. Dat die vent niet dood was, dat was ook weer lekker slim, jongen. Zo. Oké, de enemy is even A. We moeten C zien te krijgen, man. Yes, ik ben op tijd bij vlag. We hebben 200 punten erbij. Oké, nog 175, dan heb ik de fucking bombingrun. Oké, nog 75 nu. Ik weet niet meer waar de enemies zijn, dus nu wordt het eventjes hopen dat ik niet doodga, zoals steeds. En dan heb ik de bomrun binnen. Ik speel het gewoon heel rustig, zoals ik net al zei. Ik zei, we gaan het rustig spelen, dan ga ik dat doen ook. Wat heb jij? Oké, dat is een Estel drone. Dankjewel voor het redden van mijn leven en voor de duidelijkheid. Oké. Ik heb het even heel rustig gespeeld, een beetje noob gespeeld, maar dat mag ook wel eens, toch? Soms is het wel even handig om even noob te spelen. Losing B, bomrun komt over. Wat de heck? Er staat een enemy achter! Wat doet die daar, die enemy? Waarom staat hij helemaal daar? Ik dacht, ik lig daar wel veilig. Ik lig namelijk helemaal op het randje van de map. Niemand die daar komt. Maar deze enemy dacht, weet je, fuck it, ik ga daar wel naartoe. Ik weet niet waarom die daar naartoe ging, want dat was gewoon niet logisch, maar ja, het zal wel kloppen, hè? Dankjewel voor het redden van mijn leven alweer. Er zat hier een enemy. Ik weet alleen niet waar nu. Dus ik ren hier even weg. Nee, dat... Oh, dat meen je niet, jongen. Hij killed met de KF5. Ah, oh, kakzooi. Weer mijn streak weg, jongen. Alweer, jongen. Oh, ik ga de... Ah, jongens, kom op. Ik wil gewoon één keer mijn Warbird, één keer mijn SL drone en één keer dat andere ding halen. En dan ben ik blij. Dan is het klaar. Dan heb ik... Zo, dat lukt gewoon niet. Ik haal er steeds één of twee en dan gaat het weer helemaal verkeerd, jongen. Bomrun. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Er zat iemand op B. Die bomrun killt mij. Maar degene die op B zat te pakken, killt hij niet. Waarom niet? Vraag het niet aan mij. Want ik weet het zelf namelijk ook niet. Ik snap de ballen van dit spel soms. Waarom? Nou, dat denk je zelf ook wel door nu, denk ik. En dan ben ik de enige die doodgaat van iedereen. Dat heb ik ook altijd. Er staan er drie mensen naast me, dan ben ik de enige die doodgaat. Oké, kom op. Pak weer die C-vlag, jongens. Want ik wil de punten hebben. We hebben zo meteen ook nog 5 minuten. Want dit is pas ronde nummer 1. Dus we hebben nog alle tijd. Maar ik moet gewoon één keer al mijn streaks kunnen halen. Niet 1, niet 2, maar alle 3. En dan moet ik zorgen dat ik het overleef. En dan moet ik zorgen dat ik het nog een keer haal. En dat is alles wat eraan is.
Alleen dat lukt me niet. Maar dat hebben jullie zelf ook wel door dat dat me niet lukt. En, ah, kut, er zitten nog maar een paar enemies in. Dan zijn we gaan race, kwijt, man. Ik spreide gewoon hoor, ik zag die hele vent niet. Maar ik hoopte eigenlijk dat ik wel de kill zou krijgen, alleen dat is niet doorgegaan. Thank you. En ze spannen weer allemaal naast me. Altijd, dat heb ik altijd. Dat heb ik altijd, jongen. Ik kan het, ik weet het ook gewoon van mezelf dat ze weer naast me gaan spannen. Het gebeurt bij mij altijd, jongen. Ah, dankjewel. Net op tijd kwam die halftimer aan, jongen. Wayo. We zitten nu op 300 punten, volgens mij. En we hebben heel veel kills al, hoor. Hier, 22 al. En we spelen nog maar tegen 5 enemies. In plaats van 9, omdat ze weer allemaal zijn geliefd. Maar we moeten door blijven gaan, man. Oh, shit, jongen. Het lijken niet veel, die 22 kills. Maar op de manier waarop ik die 22 kills heb gemaakt, dan is het in die 5 minuten wel veel. En er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Dankjewel. We hebben nog 425 punten nodig voor de bombing run. Dus ik hoop dat het gaat lukken, man. Oké, dit zijn er 200. Thank you. En dan moeten we meteen door naar die B. Dan hoop ik dat ik die ook kan pakken. Voor nog een keer natuurlijk 200 punten. En misschien zelfs meer. Maar ik ga het niet in mijn eentje doen. Dus mijn teammates mogen me komen helpen. Oké, niemand die me helpt. Ja, en dan... Ja, shit. Shit. Ah, dit is gewoon kak, man. Niemand die me kan helpen, man, voor die vlag. Ik kan dat niet meer... Ja. Ik kan het niet meer eentje doen, man. Alleen al mijn teammates gingen de andere kant, want die hadden er gewoon scheid weer aan. Ja, nu ligt soms... Ja, nu ligt soms op te wachten. Dan gaan we maar naar C, hè. Dan gaan we naar C. Kom maar. Ik weet niet of er iemand mee wil. Maar ik ga naar C. Olé. Ja, ze gingen alle twee niet dood. Ik schoot ze alle twee zo hard, jongen. Ik dacht dat ze alle twee al dood waren. Alleen geen van beiden was dood. Dus dat was een beetje kak. Jij bent wel dood, dankjewel. Jij ook? Ja, en jij niet. Shit, sorry. Er zat er ook een achter me te knallen, man. Oh, nu ga je wel... En nu ga je die vlag wel pakken, hè, lullo. Ah, ik dacht dat mijn teammate hem al had, maar die was weer dood gegaan. En nu, ja, nu hebben ze hem als ik dood ben. Ze hebben hem als ik weer dood ben. Waarom pakken ze die vlag altijd als ik er niet ben, man? Is er hier nog iemand te campen? Ze pakken B weer door, die enemies, dat zie ik. Als je even mee kan helpen om het... Nee, en nog een... Oh, die kwam net aan. Ik kom hier net uitlopen, want ik had het nog gecontroleerd. Ik dacht, er zit vast wel iemand te campen. Dat was ook zo. Alleen ja, ik krijg die timing op mijn kop. Dus als ik er kijk, is die niet. En als ik wegloop, dan is die wel. Oké, okay, dit potje gaat niet meer in lukken. Oh, dat is een... Ik dacht dat dat een like was. Ah, kutjes. Dat was geen like, Jan. Dat was een enemy. Nee, dat had ik door, ja. Hij zit hier weer, hoor. Ouwe vriend. Stop nou even met campen. Stop nou even met campen. Hij zat er nog steeds. Oh, dat is mijn eigen like. Lekker. Hier hoef ik niet te killen, gelukkig. Mijn eigen like. Nee! Nou, met campen. Oh, ik dacht ik ga B verdedigen. Dan kan ik namelijk zijn kill op B en meteen pakken. En dan heb ik mijn bommenrun binnen. Alleen toen stond er weer één keer naast te campen. En dat heb ik altijd, jongen. Ik heb dat altijd op een of andere manier. Kan iemand me komen helpen? Dit is dus een nee. Kan iemand me komen helpen? Nee, ik ben al dood. En ik ga weer dood en mijn teammate niet. Want ik ben altijd de fucking Sjaak. En dat zie je wel in deze video terugkomen. Want ik ga altijd dood. En mijn teammates die lopen lekker door. En die halen hun brood. Okay, deze keer was ik niet degene die dood ging. Dankjewel. Losing Alpha. Losing Alpha? Waarom? Spannen. Ze horen toch bij A te spannen? Er loopt er een boven me, dus... Ja, kom maar. Kom maar, ik kom steeds dichterbij. Ja, spring maar. Waar... Waarom kan... Ik zit vast in een hek. Waarom Call of Duty? Waarom ben ik altijd de Sjaak? Oh. Ik weer die timing. Weer die fucking timing. Hij kijkt de hele tijd naar die kant. Ik kom aanlopen en het draait zich om. Het wordt echt gewoon één grote grap na een tijdje. Hoe vaak je op zo'n kut manier doodgaat, jongen. Maar ja. Het zal natuurlijk wel kloppen.
Ik hoop dat jullie natuurlijk wel hebben genoten van deze live complay. En hier lag hij te campen, die vent, by the way. Mijn eindscore is 37 om 23. Ja, die 23-30, ja, dat kan gewoon niet. Die hoor ik niet te halen. Maar het was wel een leuk potje, dat sowieso. Dus bedankt voor het kijken natuurlijk naar deze live complay. Als je nou hebt genoten, ram die like knop. En tot en met de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.